In de eerdere video's zagen we al dat er heel veel ontevredenheid was onder de Chinese bevolking en dat is ook in deze video niet anders als we gaan kijken naar de bokseropstand. En die bokseropstand is een rechtstreeks gevolg van die uh, mislukte hervormingspogingen aan het einde van die 19e eeuw wel, om het bestuur eerlijker en moderner te maken. Nou, dat lukt niet en dat betekent dat in 1900 dus de bokseropstand uitbreekt. Ja, wie zijn dan die boksers? Dat zijn arme landloze boeren die zich aansluiten bij een religieuze secte die zich uh, de vuisten van de gerechtigheid noemt, en vandaar ook dat woord bokser. Ja, en die zijn heel erg uh, nationalistisch en die willen verandering. Die, die, die willen uh, dat die westerlingen echt weggaan uit China. Die hebben genoeg van die uh, grote invloed van die westerse mogendheden. En die keren zich ook tegen dat ouderwetse, conservatieve bestuur van de keizer. Ja, en dan gebeurt er iets wonderlijks. Als die, als die bokseropstand groeit en dus meer richting Peking ook gaat... dan besluit dus die keizerin Weduwe Sichi, die eerder nog juist heel conservatief was... om zich aan te sluiten... Bij uh, die bokseropstand, die gaat ze steunen. En dat doet ze in de hoop dat dan die Westerse mogendheden verdreven worden. Ja, Naarmate die boksers dichter bij Peking komen, worden die Westerse landen toch ook wel behoorlijk zenuwachtig. Want ja, in Peking bevinden zich ook alle Westerse ambassades. En die, ja, die ambassadewijk die wordt helemaal omsingeld, die wordt geblokkeerd, die wordt aangevallen. En dat is het moment waarop uh, acht Westerse landen besluiten om in te grijpen. Ze stellen een uh, groot leger samen van bijna 20.000 soldaten. En uh, ze vallen uh, die boksers aan. En dat leidt tot uh, ja, een bloedige slag eigenlijk. Het duurt vijf jaar. 57 dagen voordat die blokkade opgegeven wordt. Er zijn heel veel slachtoffers verder. Maar uh, die boxers die verliezen. De blokkade wordt beëindigd. En die regering van Sichi die moet zich overgeven. Sichi zelf, overigens, die is dan al gevlucht even. En die laat dan iemand anders over om dat verder af te handelen. En ja, in die afhandeling kun je je voorstellen dat die westerse mogendheden. dat die behoorlijk pissig zijn. En er worden dan ook uh, ja, hele strenge strafmaatregelen opgelegd door uh, die buitenlandse landen. En hier even een paar voorbeelden. Uh, zo moeten er hoge schadevergoedingen worden betaald voor, voor alle geleden schade aan, uh, aan die ambassades en dergelijke. Uh, de regering van China moet de belofte doen dat ze de belangrijkste boksers ter dood gaan veroordelen. Uh, er komt voor twee jaar komt er een importverbod van wapens, mag China geen nieuwe wapens invoeren. En er moeten overal in China monumenten worden opgericht uh, ter nagedachtenis van het neerslaan van die bokseropstand. Ook om nog even duidelijk te maken aan de Chinese bevolking: van hey, je moet vooral niet in opstand komen en je zeker niet tegen die westerse invloed keren. Nou, Qi keert terug en die realiseert zich dan dat het echt wel anders moet in China. En die wil dan het bestuur gaan hervormen. Dus het is niet meer zo conservatief. Nou, wat wil ze dan doen? Uh, zo wil ze onder andere het onderwijs moderner gaan maken. En ook een aantal uh, zaken doorvoeren die we ook al eerder gezien hebben. Dus die uh, rigide ambtenarenexamens worden nu gewoon helemaal afgeschaft. En er moet een begin gemaakt worden met een democratie. Dus er moet een grondwet en een parlement komen. Het zijn allemaal voornemens, maar uiteindelijk mislukken deze hervormingspogingen ook. En waarom? Ja, eigenlijk ook weer het traditionele Riedeltje wat we al eerder zagen. Het is heel chaotisch in China, er is nog steeds heel veel corruptie. En wat ook echt meespeelt, is dat er hele lage belastinginkomsten zijn, waardoor ze ook niet het geld hebben als regering om alles te moderniseren. En je kunt je voorstellen wat de Chinese bevolking daarvan vindt. Hè? Die zien van ja, zie je wel, dan gaat het weer zo. Dus uh, die gevoelens van onvrede, ja, die worden uiteindelijk hierdoor alleen maar versterkt. Nou, die onvrede die leidt uiteindelijk tot de val van het Chinese keizerrijk. Hè. Dat heeft dan bijna 2000 jaar bestaan. Dat gaat in een aantal stappen. En dat begint met de dood van Sichi in 1908. En zij wordt dan opgevolgd door uh, een nieuwe keizer. Maar dat is nog slechts een kleuter, drie jaar oud. Puyi, hier zien we hem. Hier is hij al wat ouder dan drie. En je kunt je voorstellen dat die niet echt heel machtig is. Hè. Die heeft niet veel te zeggen. Ze heeft allemaal adviseurs om zich heen. Maar uh, de macht van de keizer is een stuk kleiner als hij een kleuter is. En dat keizerlijk bestuur dat verliest dan ook steeds meer steun van de bevolking. En ja, dat landsbestuur dat functioneert gewoon ook echt steeds slechter. En dat voedt weer verder de onvrede. En uiteindelijk leidt dat. Tot uh, een revolutie in het jaar 1911. En die staat onder leiding van Sun Yat-sen. Een belangrijke naam in de Chinese geschiedenis ook. Hij is uh, een hele belangrijke nationalistische leider. Heeft geprofiteerd van die modernisering van het onderwijs. met allemaal westerse ideeën van democratie en dergelijke in aanraking gekomen. En dat wil hij dus ook in China gaan invoeren. En in 1911 wordt er onder zijn leiding dus een einde gemaakt aan het Chinese keizerrijk. Hoe het dan verder gaat, nou daar zullen we in een volgende video naar gaan kijken. Dan staat die Sun Yat Sen en zijn revolutie verder nog even centraal.